Feestje hè, morgenavond in Waalwijk. Ja. Ja. Huldiging. Iedereen eruit? Iedereen is uitgenodigd. Ja, tuurlijk. Ik hoop dat ik geen kram krijg als ik spreek, maar ja, dat zien we dan wel weer. Jullie gaan naar de Eredivisie. Waar we thuis horen. Ah, nee. Nee, de club komt van ver en ja, bij mijn terugkeer dacht ik wel van deze club moeten we naar de Eredivisie. Maar dat het in 2 jaar mag gebeuren, dat is gewoon ja, geweldig. Echt. Wat een knotsgekke wedstrijdje. Ja, ik weet het niet meer. Ik kan het allemaal niet omschrijven. En, wat er allemaal gebeurd is, op een gegeven moment ga je weer naar voren en dan hoop je dat hij goed valt en dan valt hij ook nog goed. Ja, het was echt cliché, achtbaan van emoties. Ja, ook, ook. Ben ik dus scherp, hè? Loopt nou werk in deze promotie? Ja, tuurlijk. En ik denk ook niet onverdiend. Ik denk, ja, alleen uit bij Vitesse eerste helft hadden we het echt moeilijk. Of Vitesse bij NEC. NEC. Ja. NEC. En nou, voor de rest heb je goed meegevoetbald en was je vaak de betere ploeg. Dus totaal niet onverdiend. Feestje hè, morgenavond in Waalwijk. Ja. Ja. Huldiging. Iedereen eruit? Iedereen is uitgenodigd. Ja, tuurlijk. Ik hoop dat ik geen kram krijg als ik spreek, maar ja, dat zien we dan wel weer. Kan je je voorstellen volgend jaar in het RKC-stadion, het Mannenmakerstadion. Ajax op bezoek, Feyenoord op bezoek, PSV op bezoek. Noem maar op. Ze krijgen een mooi matje, dus het zal een titanenstrijd worden dan. Nee, top man. Top. Nee, ik heb er weer zin in. Ja, lange Eredivisie gespeeld en ja, tweede keer dat ik promoveer bij RKC, dus dat is top. Zo'n wedstrijd als vandaag, die heb je volgens mij niet veel meegemaakt in jouw carrière. Nee, nog nooit. Nog nooit. Ja, met NAC een keer gedegradeerd dat we uit bij Roda al wonnen en thuis nog weggaven. Maar dit was nog krankzinniger.